Weerman Frank de Bozer uit Westrode bij Meissen heeft een passie voor sterrenkunde. Maar hij is ook gebeten door klassieke muziek. Meer nog, hij speelt piano. Gisteren begeleidde hij de doedelzak van Fanfare tijdens een repetitie in de Kam in Goik. Zina was aardig onder de indruk. Wij gaan nu repeteren voor het grote festival van de amateurkunsten. Dat is op 2 mei in Gent. En iedereen die zich bezighoudt met muziek, ja, die kan daar naartoe gaan, die kan zich amuseren. En dat ga ik dus ook doen, samen met een heleboel andere amateurmuzikanten. Ik ben een pianist, maar ik ben een pianist op notenbalken, dus ik heb partituren nodig. Hier zijn heel veel mensen die freelance hun geven, maar enfin, dat doe ik ook, dus we gaan ons amuseren. Je hebt begeleid dan ook een beetje, is dat eigenlijk moeilijk? Ja, begeleiding, dat is echt nog een vak apart en ik ben een absolute beginner daarin, maar ik heb goede partituren, dus ik hoop dat het zal lukken. Ik herinner me toen ik in de tijd mijn toonladders moest studeren en ik zei tegen mijn pianoleraar, oh, ik heb geen tijd gehad. Dan zei hij, ja maar jongen, je maakt tijd. En inderdaad, je maakt tijd voor muziek, je maakt tijd voor je hobby. En muziek, ja, het is schitterend. Zonder muziek zou ik niet kunnen leven. Als kind zeiden mijn ouders, jij moet piano leren en ik ben zo blij dat mijn ouders mij piano hebben laten leren. En onze kinderen die hebben ook notenleer gedaan en dat zijn ook allemaal pianisten. En muziek verzacht de zeden. Ik denk als iedereen bij Ring TV piano of muziek zou maken, wel de wereld zou een stuk beter zijn. Dus dat hoop ik voor alle luisteraars en alle kijkers van jullie ook.